Hallo iedereen, dit is Bjorn, oftewel Bleefjes, en welkom bij deze nieuwe episode van Let's Play Train Simulator 2014, met Bleefjes natuurlijk. En vandaag rijden we in deze ICMM van Hilversum naar Utrecht als stoptrein. En laten we beginnen door de passagiers in te laten stappen natuurlijk. Goedenavond, het is nog een kort stukje tot de dienst erop zit. Open de deuren hier op Hilversum, hierna stopt u enkel nog op Utrecht Centraal. Oké, dan zetten we de koersborden dus even op Utrecht Centraal. Nou. En zoals jullie kunnen zien, heb ik het probleem met de passagiers ook opgelost. Er lopen hier gelukkig weer mannen en vrouwen rond. Dus dat probleem is helemaal opgelost. We gaan in onze trein, zetten we de richtingsschakelaar naar voren. Dat is verder de krachthendel, dat is verder niks. De deuren gaan dicht. We zetten de frontzijde nog aan. Remmen los. En dan gaan we rijden. En we mogen hier maar 40 km per uur. Dus daar gaan we ons ook aan houden. Eerste klas, altijd mooi, eerste klas. En dan gaan we nu vertrekken als Intercity naar Utrecht Centraal. Dames en heren, goedemiddag. Dit is de conducteur. Welkom in deze Intercity naar Utrecht Centraal. Deze trein zal niet stoppen op de tussenliggende stations. Dames en heren, nogmaals welkom in deze Intercity naar Utrecht Centraal. En daarmee gaan wij dus ook beginnen aan deze leuke rit richting Utrecht Centraal dus. Met deze, volgens mij hebben wij 7 bakken ICM erbij. Als het goed is hebben we 7 bakken. Ja, ik telde toch iets van 7, denk ik. Dus 7 bakken ICM. M. ICMM. Oh, ik zal natuurlijk even net balkje voor jullie eronder zetten, zodat jullie ook kunnen zien hoeveel kilometer het nog is en dergelijke. Zo. Laten wij dan ook even onze snelheid verminderen. En dan mogen wij zometeen onze snelheid verhogen naar 130. En dan kunnen we beginnen aan onze rit naar Utrecht Centraal. En we kunnen gas geven. Dan kunnen wij nog mooi kijken in in de passagiersruimte natuurlijk. Naar het mooie landschap van het Gooi Centraal. Of nou ja, het landschap tussen Hilversum en Utrecht zou je ook wel kunnen zeggen, min of meer. Ja, het is jullie misschien wel een klein beetje opgevallen. Of misschien ook helemaal niet. Maar dat mijn video's misschien deze week ietsje korter zijn en aankomende week. Ja, ik zal proberen natuurlijk om zoveel mogelijk lange video's te doen. Maar als jullie je afvragen waarom mijn video's allemaal rond de 20 minuten zijn. Het is nu zo dat mijn schoonouders die zijn op vakantie. En momenteel is mijn vriendin daardoor ook min of meer alleen thuis. Dus ik probeer zoveel mogelijk bij haar te zijn. En wat ik dan doe is gewoon even... Ik maak natuurlijk gewoon leuke video's verder. Maar als jullie ze een beetje aan de korte kant vinden, dan komt dat gewoon omdat ik nu eventjes in ieder geval veel tijd ook aan mijn vriendin moet besteden. Dus aan YouTube en aan mijn vriendin en aan werk ook natuurlijk. Vooral niet te vergeten werk. Dat is ook belangrijk genoeg. En ik ga in ieder geval... Zondag moet zij werken, zeg maar. Dus dan heb ik mooi een dag de tijd om lekker veel Train Simulator op te nemen. Dus daar kijk ik in ieder geval wel naar uit. Zo, eventjes hier 120. En dan komen we zo meteen langs station Hollandse Rading. Maar daar hoeven wij gelukkig niet te stoppen.
En ja, natuurlijk, er komt natuurlijk, even kijken, als ik me goed herinner, komt op 1 september komt de route Enschede Amersfoort uit. Eindelijk de route Enschede Amersfoort, waar ik zo lang heb op zitten wachten, zeg maar. Waar ik ook heel blij mee ben dat die nu uit gaat komen. En ja, ik hoop in ieder geval dat daar veel scenario's op komen. En dat wij die route mooi kunnen spelen, zeg maar. Maar ja, we moeten eerst nog eventjes wachten tot, wat was het ook alweer, 1 september in ieder geval. Kom op, stop mijn camera. Hoppakee. Kunnen we lekker in alle rust blijven rijden. En ja, wat ik dus laatst ook al zei op de livestream. Als je heel goed luistert, ik ben nu even stil. Maar als je heel goed luistert, dan hoor je namelijk de chopper op de achtergrond. En ik wist zelf niet eens, in eerste instantie wist ik niet dat het de chopper was. Op de livestream omschreef ik het als een centrifuge. Of een wasmachine die aan het centrifugeren is. Maar waar mijn kijkers dus mij ook heel terecht op attendeerden, is dat zij me hebben gezegd dat het de chopper is van de ICMM. Ja, ik vond het dus als een centrifuge klinken. Het klinkt waarschijnlijk ook wel als een centrifuge, maar het is dus de chopper. De chopper van de ICMM. En ik denk dat de volgende keer dat ik wel iets vind met een Duitse trein moet rijden. Ik heb namelijk nog een scenario van de BR 243, dat is een goederentrein. Dus misschien dat ik die de volgende keer wel ga doen. Lijkt me in ieder geval wel leuk om even de volgende keer met iets van een goederentreintje te rijden. Moet je kijken joh, er zijn ja koeien in de Wima. Geloof je dat niet? Ik vind dit trouwens ook wel raar, als je hier kijkt in dit hoekje. Dat lijkt net gewoon alsof daar een stukje afgebroken is. Net als daar. Dat lijkt net als een stuk afgebroken is ofzo. Ik weet niet precies hoe ik het anders kan formuleren, maar het ziet er wel een beetje raar uit. Ja, nu moet hij eventjes afremmen. Na 110 km per uur. Ah, maar jee, dat geloof je toch niet? Wil je me nou echt gaan vertellen dat we 120 heen moeten gaan rijden? Een grapje. Ik zal misschien wel iets meer ABN proberen te praten. Maar ja, voor een Twentenaar is het nog wel best lastig om normaal Nederlands te praten. Nou ja, min of meer. Nou vergeet ik de dode man niet, in de vorige episode met de SGM-M was ik die dode man ook nog een keer vergeten, heel stom. Was ik weer lekker naar de buitenkant aan het kijken en dan vlieg je dode man vliegt erop, of de ATB natuurlijk, de ATB. En ja, dan krijg je natuurlijk een noodremming en dan heb je dat weer. Oh, pff. Rustig, rustig, meneer de Ruitenwissers. Zo, netjes 60 hier al. Hoppakee. Altijd wel leuk en origineel dat je dat ATB-belletje toch nog eventjes hoort als het zijn veilig is. Je hoort natuurlijk een dikke zoomer als, als het zijn anders dan... Moet ik even nadenken. Anders dan groen vert hoort natuurlijk. En even kijken, volgens mij betekenen deze seinen hier, die je hier aan de beide kanten ziet, volgens mij betekent dat iets dat er een tegemoetkomende trein aankomt of iets dergelijks. Tenminste, als ik het goed heb onthouden van mijn vorige reacties.
wat hebben we hier? Een sein dat 60 aangeeft. Dat vind ik ook wel vrij bijzonder. Ik zou niet weten waarom we... Ah, het kan zijn dat we een wissel krijgen. Dus, nou ja, goed. We houden hier gewoon lekker 60 aan. Dat zei zo. Ik bedoel niet dat ik het heel vervelend vind om 60 te rijden hier, hoor. Ik bedoel, mij hoor je echt niet klagen. En dan geeft hij een ding. Dat zal waarschijnlijk het volgende... Ja, het volgende zijn geeft 60 en groen knipperend aan. Dus dan houden we onze snelheid in ieder geval ook netjes op 60 km per uur. Alleen wel jammer dat de ICMM geen, hoe heet dat, koerscontrole heeft. Anders hadden we die mooi kunnen gebruiken namelijk. Nou, als we die wissel over ingaan, dan denk ik toch dat ik dat iets minder met dan 60 doe. Zo, laat ik dat nog even met 50 doen of zo. Dan ben ik dus niet zo'n debiel die met 60 over een wissel heen zit te karren. Oké, zijn de wissel over, dus ik ga nu eventjes weer verhogen toch. Mocht hier ook weer 100. Maar dat zijn daar in de verte, zeg maar, dat we toch 60 mogen. Oh, nog een wissel. Oké. Yay! Ik vind het altijd op de een of andere manier heel erg leuk om in de passagiersaanzicht te kijken als ik een wissel over ga. Ik weet ook niet waarom, hoor, maar ik vind het gewoon leuk. We mogen hier nog heel eventjes 80 rijden. Maar ik zie dat we alweer moeten afremmen naar 40. Dus gewoon even zachtjes de rem erop in ieder geval. Even de dodeman beantwoorden natuurlijk. Want het sein voor ons staat namelijk op geel. Ook al vind ik het heel erg oranje lijken, maar het is toch geel. Het is niet oranje, het is gewoon geel. Zo, netjes 40 rijden hier al. Dus heel zachtjes, ben ik met jullie eens, maar ja, wat doe je eraan, hè? Ik bedoel, als je 40 mag rijden, dan mag je gewoon 40 rijden. En dat vindt de NS niet goed dat je stiekem te hard gaat rijden, zoals ik nou aan het doen ben. Dat vinden ze dus niet goed, vinden ze onacceptabel. Krijg je een dikkere klap over je vingers in, zeg maar, en dan word je ontslagen. Dan word je de trein uitgeschopt en dan mag je er nooit meer werken. Zo gaat dat. Niet echt natuurlijk. Waar mogen wij nou stoppen eigenlijk? Toch maar op dit perron? Oké, ik vind het helemaal goed hoor. Oh, toch maar op die andere. Oeh. Nou, die wissels zijn wel heel raar gezet. Konden we hier niet gewoon rechtdoor rijden of zo? Nee, we doen het liefste met de omweg. Ik bedoel, dat is de NS, hè. Ik bedoel, altijd het liefste met de omweg. Niet gewoon recht vooruit. Nee. Maar het liefst als een heel slangengangen padje. En dan, ja, dat doen wij gewoon. Het perron is wel een klein beetje te kort. Maar ik ga wel in ieder geval proberen die hele trein erin te zetten natuurlijk. Maar daarvoor moet ik wel met de voorkabine in ieder geval even over het groene stuk heen rijden. Maar dat maakt mij niet uit. Want de hele trein moet natuurlijk wel op het perron staan. Maar ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken naar mijn episode. Ik hoop ook dat jullie mijn episode leuk vonden. Als jullie mijn episode leuk vonden, geef dan even een duimpje omhoog. En willen jullie graag meer van mij zien, abonneer dan gerust op mijn kanaal. En heb je eventueel een tip voor de volgende keer? Schrijf je dan gerust in de commentaarsectie beneden, zeg maar. Dus ik zou zeggen, bedankt voor het kijken iedereen. En tot de volgende keer. Tot ziens. Daag.